kijk op de Rivierenwijk. Een terugblik op 2012. De Rivierenwijk is volop in beweging. En ook in 2012 is er veel gebeurd in de wijk. De hele maand januari werd er 3 dagen in de week een speciale soep gemaakt op het Deltaplein. Elke dag kookte beeldend kunstenares Lopke Meekes met een bewoner uit de Rivierenwijk. Het was heerlijk. Er zit iets allemaal 2 kop ertussen en dat smaakt prima. Aan het eind van de maand werd er een oersoep gemaakt. Deze werd gemaakt met de ingrediënten uit de verschillende soepen uit de buurt. Het kringloopatelier De Loop der Dingen bestond al 2 jaar in de wijk. Maar in februari werd dan ook de winkel van het atelier geopend, met live muziek en een kunstzinnige lichtshow. Wat we willen bereiken is dat we hier een duurzame culturele onderneming neerzetten die gewoon blijft, een stevige plek krijgt in Deventer en waar veel mensen op afkomen die op wat voor manier dan ook een steentje daaraan bij willen dragen. Of door een mooie product te kopen, of door een kinderfeestje hier te laten vieren, of deel te nemen als kunstenaar of andere creatieveling die hier iets in wil betekenen. En we willen ook altijd overal heel graag de boel versieren met onze spullen. Ook in 2012 zijn er weer meerdere Delta-deals gesloten. 27 van de 38 portiekflats hebben inmiddels zo'n Delta-deal gesloten. Delta-deal houdt in dat we afspraak maken tussen bewoners van de flats hier, tussen de gemeente en tussen de vereniging van eigenaren, om de situatie hier in en om de flats te verbeteren. Is het leuker geworden in de wijk? Ja, iedereen is weg, maar als ze nu dit zien, dan zijn ze wel jaloers op ons, zou ik zo zeggen. Tijdens 2012 was ook het jaar waarin de werkzaamheden aan de Amstellaan na jaren van vertraging toch echt van start gingen. Eindelijk, na zoveel jaren, gaat het nu toch eindelijk gebeuren. Waar de mensen van de Rivierenwijk al bijna 5 jaar op hebben gewacht. Ja, het is geweldig hè. Prachtig weer en een prachtige klus. Je kunt nou zien dat er echt wat gaat gebeuren. De flatje wat hier stond is in een week tijd helemaal tegen de grond. Ik denk dat het een belangrijk signaal is om te laten zien van nou gaan we los en nou gaan we er wat van maken. Dus ja. Vorig jaar werd de One World Jam georganiseerd in activiteitscentrum De Venen. Muzikanten konden zich inschrijven en optreden. Van rappers tot jazz, van jong tot oud. Dit soort concepten maken de wijk echt levend en leefbaar. Tijdens de toekomstmarkt konden bewoners meedenken over de nieuwe invulling van de Rivierenwijk. Later in het jaar is het stedenbouwkundig plan met de aanpassingen naar aanleiding van gesprekken met bewoners gepresenteerd. Op een regenachtige dag in juni werd het vernieuwde Venenplantsoen feestelijk geopend. Het westelijke gedeelte van het Venenplantsoen is nu klaar. Het is dus echt een ontwerp van de bewoners. En het is uiteindelijk ook gemaakt onder wakend toezicht van de bewoners. En ze hebben ook het openingsfeest zelf georganiseerd. Dus het is echt een park van de mensen van de Rivierenwijk. Tijdens de zomer is er hard doorgewerkt aan de Rivierenwijk. Zo zijn de werkzaamheden aan de Amstellaan doorgegaan,
en zijn er ook al veel woningen gesloopt. Maar niet alleen woningen zijn gesloopt in het afgelopen jaar. Ook de Deltaschool is verdwenen. De school was al geen school meer, was tijdelijk verhuurd aan anderen. En het is de bedoeling dat hier een woningbouwlocatie ontstaat waar Rentree 54 woningen gaat bouwen. Er werd echter niet alleen wat afgebroken in de wijk, er waren ook plannen voor de nieuwe invulling van de wijk. Zo werden in oktober de plannen voor het nieuwe kindcentrum gepresenteerd. Als ik zo de tekeningen zie, wordt het een heel mooi gebouw. En ik vind, ja, er wordt heel wat gedaan voor onze kinderen. Ze ondernemen grote stappen en ze denken aan ons, zeg maar aan onze kinderen. Ze doen er veel voor, ja. Welkom bij de Rivierenwijk draait door. Vanaf nu elke maand, één donderdag, de Rivierenwijk draait door. Vol met amusement, vol met nieuws, maar vooral vol met mensen. Mensen uit de Rivierenwijk, mensen van vlees en bloed, mensen zoals jullie en ik. Op 5 oktober was de eerste uitzending van de Rivierenwijk draait door. Een nieuw programma voor en door bewoners uit de Rivierenwijk. Hey, ze feesten hier de zoot, ja. Ik lees het in hun ogen. Ze willen fucked up en aan de kloten. Nou, het is zo. Ook voor baby's was aandacht in de wijk. Het gebeurde tijdens de babyvoorleesworkshop in de wijkwinkel Rivierenwijk. Dat hebben we gedaan omdat wij zien dat het project Boekstaat heel erg goed loopt. Dat hebben wij sinds 2011 hebben we dit in de bibliotheek in Deventer hebben we dit uitgerold. En we zien dat ouders gebruik maken van het project. Ze halen het rode koffertje op met inhoud. Er zit een babyboekje in en een cd met liedjes. Maar daarna niet goed weten wat ze aan een jong kind tussen de 3 en 18 maanden kunnen doen met boekjes. Het is toch heel onwennig voor ouders om met boekjes om te gaan aan jonge kinderen. En daarom hebben we dit georganiseerd vanmorgen om dit te laten zien. De Rivierenwijk zal er ook een nieuw huis van de wijk komen. Hiervoor is een aan de slag bijeenkomst geweest om de ideeën te presenteren. Daarnaast konden bewoners zelf tips en advies geven over de ideeën. Een aantal bewoners die zijn opgestaan en die hebben gezegd van goh, wij willen graag meedoen, ook in de organisatie van het beheer van het huis van de wijk. Nou, dat is belangrijk, want het is een huis dat van en voor de bewoners wordt. Dus de betrokkenheid is heel belangrijk.